Maar dan is het dus met een hele band. Ja, dus wanneer mensen geen gevoel voor ritme hebben, hoe los je dat op? Dan probeer ik inderdaad een list te bedenken. Ik vraag of ze van bewegen houden, van dansen houden. Want als ze daar namelijk van houden, dan ga ik heel veel met ze bewegen. Ritme moet je voelen. Moet je doen, ritme moet je doen en voelen. En we zitten hier natuurlijk niet in een ongelooflijk rijk ritmische muziekcultuur, vind ik. Hè? Dat moet je voor naar andere wereld delen. En dat helpt vaak heel erg. Dat is één ding. Ten tweede merk ik vaak dat er gelijk ontzettend veel stress op zit. Want ik kan het niet. Nou, mensen geruststellen. Mensen zeggen, geef je het niet kan. Maar we kunnen het wel proberen. Het enige wat je hoeft te doen is te proberen. En niks meer. Ten derde is het zo dat als een leerling geconfronteerd wordt met ritmisch iets heel lastigs. Dan gaan we het wel eens analyseren. Wat gebeurt er nou eigenlijk precies? We pakken niet gelijk het hele stuk. We pakken het. Een stukje. Dat stukje maken we nog kleiner. Dat gaan we zo langzaam spelen, zingen, tikken, klappen, wat dan, bewegen. Totdat je doorhebben, zodat je doorhebt, is dit wat er gebeurt? En dan pak je steeds een heel klein stukje bij en dan een kleiner stukje en dan versnel je de tempo een beetje en dan kijk je hoe dat gaat. Misschien kijkt of die enorme brok, die enorme bult aan ritmische engigheid, of je dat al kleine hapjes uitneemt. Als je langzamer zingt, ja? Zakt je stem dan ook? Dat kan wel, maar het hoeft niet, gelukkig. Want als je normaal muziek langzamer speelt, dan gaat die omlaag. Ja, klopt. Nee, het is de kunst om dat niet te doen. Dat zou het zijn. Want dan zou je dit krijgen, hè? Dat is wat. Het zou wel heel koppig zijn trouwens. Long before you were born, your soul felt so near in the silence of the night. Absoluut niet. Je kan zo snel als zo langzaam als je maar wel weet dat je dezelfde toonhoogte moet blijven. Ja, en als mensen geen gevoel hebben voor tonaliteit. Ja, dat weet ik niet op te lossen. Ik heb inderdaad in het verleden mensen gehad die, zoals ze dat noemen, toondoof zijn. Ja. Daar kan ik niks aan doen. Ik weet niet hoe ik die mensen kan helpen. Dat bestaat zeker ook, ja. Ja, daar heb ik last van. Ik kan er geen tonen en ook geen akkoorden houden. Maar voor de rest was ik geloof ik. Wat ik wel tegenkom, dat zijn mensen die inderdaad geen ontwikkeling daarin hebben gehad. En in dat hartstikke vals zitten, moeite hebben om een toon over te nemen. Mm-hmm. En dat heb ik vrij snel in de gaten of dat wel of niet aan te leren is bij ze. Laten we het anders zeggen. Dat ik waarschijnlijk in staat ben om ze te helpen, ja of nee. Ja, ja. En ik heb wel eens leerlingen gehad die zo ver kwamen dat ze inderdaad die toon konden leren houden. En vaak zaten daar ongelooflijke blokkades bij, die mensen. Omdat ze één keer hadden gehoord van, oh jij zingt vals of jij kan helemaal niet zingen. En dat echt zoals een zwaard van Damocles boven hun hoofd hing van, oh, ik kan dat. En dat is vervolgens ook nooit hadden geoefend. Het was dan zo'n nare ervaring voor ze geweest. Ja, daar kan ik mensen, en dat vind ik ontzettend leuk om ze daarmee te helpen. Heeft dat ook te maken met intervallen? Nou, mensen weten helemaal niet eens wat een interval is. Nee, maar... Maar dat is hartstikke handig om te kunnen. Ja, tuurlijk heeft dat te maken met afstanden. Kunnen leren horen, het verschil tussen dit bijvoorbeeld. Wie leert dat in deze tijd? Als je geen instrument speelt?
Ja, wat dat betreft... dan krijg je die ontwikkeling niet mee. Ik denk dat een piano wat dat betreft ongelooflijk makkelijk is. Ja. Omdat... stukken makkelijker dan een gitaar, denk ik. Ja, of een viool of een cello of zo. Zo, echt wel. Ja, ik waag mij niet aan gitaar spelen. Maar dat komt omdat ik een hele goede gitarist in huis heb. Ja, dat weet ik, ja. Maar hij repareert nog geen piano's. Nee. Maar inderdaad, als je leert zingen, heb je inderdaad je gehoor te ontwikkelen. Moet je inderdaad afstanden leren gehoor, maar ook leren zingen. En het liefst ook gewoon zelf, zonder dat het voorgespeeld wordt. Zeker. Ja. En zijn er ook, ik wil zeggen, mensen die totaal amuzikaal zijn. Maar ik wil eigenlijk naar die Schotse Glennie, geloof ik heet ze. Die helemaal doof is. En die wel conservatorium heeft gedaan. Ik heb er nog niet van gehoord. Maar dat klinkt intrigerend. Dat is grappig. Zij wilde muzikante worden. Ja. En toen werd ze doof helemaal. Toen zei ze, ja, ik ga toch muzikante worden. Oh, ze werd doof. Ja, al heel jong al. Ja, ja. En toen is ze toch naar het conservatorium gegaan. En dat heeft ze cum laude gedaan. En nu is ze een van de top percussionisten van de wereld zelfs. Ah, dat is leuk. Alleen percussie is weer iets anders, maar ook ja. Dan, percussie ja, heeft ook tonen. Klopt. Ja, een ritme. Ja. Een ritme. Ze speelde ook op blote voeten. Ah, dat snap ik. Ja. Doe je dat ook wel eens? Zing op blote voeten nou, of? Zilver. Ja. Voelt het prettiger ook dan... Ik vind het wel. Als ik op blote voeten zing, dan zit er niks tussen mijn voetzool en de grond. Lekker stabiel. Ik zing ook nooit op hakken. Vind ik heel vervelend. Dan sta je ook raar, hè? Ja, ik vind dat niks. Ik heb graag een solide basis. En hoe zit het met galm en nagalm als je waar je gaat zingen? Akoestiek bedoel je van? Ja. Ja. Hoe zit het daarmee? Ja, ook voor je stem kun je... Er zijn ruimtes waar de stem heel makkelijk gedragen wordt. Dat zingt, kerken en zo. Ja, dat zingt heel fijn. Maar als je in een ruimte zit zonder akoestiek, dan heb je het zwaar. Dan moet je echt alles... qua zangtechniek uit de kast halen om daar nog een beetje leuk te kunnen zingen. En dat is zwaar zingen. En kan dat ook betekenen dat sommige mensen die thuis een hele slechte akoestiek hebben en dan daardoor denken dat ze niet kunnen zingen of dat lelijk klinkt? Dat kan, ja. Ja hoor. Dat ze denken, ik kan niet goed zingen, dat voelt niet goed. Nou, als je in een akoestisch fijne ruimte bent. Ze hebben niet allemaal een badkamer. Ja. Maar dat is wel een goede tip trouwens. Probeer je badkamer even uit. Als je er tenminste eentje hebt. Hè? En niet zo'n douchecelletje met... als je een badkamer hebt. Daar is de akoestiek meestal beter. Ja. Dus vanwege het weerkaatsen van de tegels, ja. Ja. Dus als mensen thuis zingen en... misschien moeten ze even een tapijt oprollen of zo. Precies, en hun verloren gordijnen even eraf ratsen en ja. Ja. Ja, klopt. En als je in open lucht zingt? Dat kan tamelijk zwaar zijn, ja. Ja, je hebt niks wat weerkaatst, dus je stem verdwijnt. Publiek? Makkelijk. Publiek? Publiek, ja. Ja. Als je nou bijvoorbeeld in de bergen bent, dan heb je wel lekker veel rotsen. Als je daar lekker tegenaan tettert, dan krijg je wel weer wat echo terug. Ja, ik weet dat vogels die in de bergen wonen, ja. En dezelfde soort vogels die aan het strand of op een open vlakte, ja. Dat die een heel ander geluid maken, terwijl ze eigenlijk
dezelfde vogels zijn, maar ze passen zich aan de bergen of aan de open vlakte. Ingenieus, hè? Ja. Vandaar dus dat ze in Vietnam zoveel vocalen hebben, want dat is de helft bergen en 10 kilometer verderop heb je de zee. Dus hier zowel de klank van de bergen als de klank van de open vlakte. Dat is leuk. En als je een iets verder nog naar in Azië, dan kom je bij de boventoonzangers. Ja. Doe je dat ook wel eens? Nee. Althans, laat ik het zo zeggen, er zijn mensen heel erg bedreven in. Die kunnen dat heel goed. Ik heb dat nooit beoefend. Ik weet alleen maar dat als mijn stem goed in mijn lijf zit, het goed doet, dan komen de boventonen. Aha. Ja. En de ene dag gaat het heel makkelijk. En de andere dag, ja, dus gaat dat minder, kom je er minder makkelijk bij. Want we zijn een levend instrument. Ja, dus dat is een klankkleur eigenlijk, de boventonen. Ja, het zijn klankkleuren die meetrillen en dat heb je op alle toonhoogtes. Dat heb je ook met allerlei instrumenten die... akoestische instrumenten, ja. Ja, en als die dan een slechte kwaliteit hebben, dan zijn de boventonen ook niet goed. Nee, dat is... Ik had last van bovenburen vroeger. Zijn er nou instrumenten die jij vindt dat die sterk op de menselijke stem lijken? Zoals de taragotta bijvoorbeeld. Het is een kruising tussen een saxofoon en een klarinet. Eigenlijk niet. Of welke instrumenten gaan het beste met een zangstem samen? Nou, ik denk... dat is een vraag waar ik nog nooit over na heb gedacht, maar ik denk... heel veel. Als je het leuk vindt om met elkaar samen te spelen en je wilt het combineren, dan denk ik, dan zorg je wel dat het combineerbaar wordt. Want een drummer bijvoorbeeld, die komt heel makkelijk boven een zangstem uit. Maar als je als vocalist een drummer samen wilt spelen, is het perfect te doen. Alleen je moet je een beetje aan elkaar aanpassen, dat is hartstikke leuk. Dus ik kan het zo snel niet bedenken. Ja, want jij neemt ook wel eens op, hè? Wat voor soort microfoons gebruik je dan? Of maakt het niks uit? Ik neem niet met mijn eigen microfoons op, want als mijn stem wordt opgenomen, zijn we in de studio. Ik heb zelf wel eens al een microfoon, ja. Maar neem je bijvoorbeeld ook op als je studenten komen, dat je hun opneemt om te laten horen wat hun progressie is? Soms. Dat doe ik wel eens, ja. Maar dan tegenwoordig heb je die smartphones. Ja. Hm. Aangezien het dan niet om professionele geluidsopnames gaat, de meeste smartphones die hebben een redelijke kwaliteit. Dus als je dat afdraait, kan je al een heleboel horen. Ja. Vroeger had ik hier wel een hele installatie. Dat was lang voor de tijd van de smartphones. Had ik inderdaad hier wat staan. Ja. Maar ik moet ook rekening houden met mijn buren natuurlijk. Dus, Is het nou makkelijk om te springen en te dansen terwijl je zingt? Nee. Omdat als je met kinderen werkt bijvoorbeeld, dan moet je heel vaak springen en dansen. Laten we zeggen, het dansen, bewegen, kan enorm stimulerend werken voor je stem. In beweging zijn. Kan enorm helpen om je stem in beweging te krijgen of te houden. Dus dat is een van de dingen die ik nog wel eens doe met leerlingen. Want soms staan ze heel erg hun best te doen en dan zie ik gewoon dat het hele lijfje is verstrakt. Er is niks organisch meer aan. En als ik dan weet dat ze wel van bewegen houden, want ze moeten niks, als ze er niet van zijn, dan doen we dat niet. Maar als ze er wel van zijn, dan zet ik ze in beweging of we doen het samen. Dat kan enorm helpen. Maar, zoals bijvoorbeeld mensen die in musicals spelen, die moeten vaak dansen en zingen. Nou, dat kan knap lastig zijn. Dus je moet een hele choreografie doen.
heel precies zijn. Dat is één discipline. En je moet goed zingen. En dat is soms heel lastig. Ja. Dus mijn oudste leerling komt er. Hallo. Je ziet het namelijk geweldig als hij uit wandelen gaat. Hij heeft een tenorstem, hè? Ja, ja, hij vindt het fijn dat hij doof is. Dat stoort hem volgens mij niet zo. Maar wat je doet, dat doet me denken aan de lessen die Johannes Itte gaf bij Bauhaus. Ik weet niet of je dat iets zegt. Hij gaf les aan architecten. Ja. En die moesten dan cirkels tekenen. En dan zei hij, ja, dat kun je nooit... Als je zo gaat staan. Dus dan zegt hij, we gaan nu dansen en je gaat met je armen zwaaien en ja, weet ik wat allemaal. Ja. En als je dan lekker gezwaaid hebt, dan kun je pas cirkels tekenen. Ja, ja, je verhoogt je energie. Ja. Dus dat is, vind ik, sowieso zonder meer het goede aspect aan bewegen en op dansen. Ja, ja, vooral omdat je anders eigenlijk alleen maar een beetje je longen gebruikt en ja, je doet het wel als je is. Terwijl ik zei net, het lijf is het instrument. Ja. Dus als je voelt dat je er lekker in landt, op het moment dat je gaat zingen, dat werkt natuurlijk wel. Zitten. Ja. En de hele klankkast gaat het gewoon beter doen. Ja. Soms zie je van die mensen en dan denk je, wat gaat daar voor geluid uitkomen? En ik heb vaak gemerkt dat... het geluid niet, of het lichaamsvorm niet altijd exact weergeeft wat geluid eruit gaat komen. Klopt. Hoewel bassen bijvoorbeeld, die zijn meestal wat forser. Kan. En tenoren die zijn dan weer wat magerder. En kantertenoren die... maar soms zie je ook mensen die behoorlijk aangezet zijn en die komen dan met een heel... smal stemmetje, maar wel een heel mooi stemmetje. Ja, ja. Is dat ja, bij vrouwen ook zo eigenlijk? Want nu zie ik alleen maar aan mannen te denken. Ja hoor. Dat is echt niet zo voorspelbaar. Nee. Als mensen nou bijvoorbeeld nogal aangezet zijn en dan gaan ze zingen, denken ze nou, ik ga optreden. Maar dan moet ik toch een boel gewicht kwijtraken. Kan het dan zijn dat hun stem ook helemaal verandert als ze 20 kilo of 30 kilo verliezen? Dat kan ja. Dat is Maria Kals gebeurd, als ik het wel heb. Want die viel op een gegeven moment dramatisch af. Ik hoop dat ik het goed heb. Toen een man met Jackie Kennedy dus van als je inderdaad in korte tijd enorm afvalt, dan krijg je een ander lijf. En dat voelt anders aan. En als je dat snel doet, dan moet je ten eerste kijken of je dat op een gezonde manier doet en of je nog wel energiek blijft. Dus daar moet je in ieder geval voor uitkijken. Ik zou zeggen, ik zou me helemaal niet druk maken over dat gewicht. Gewoon lekker zingen met kilo's en al. Maar dat resoneert dat dan niet? Nee. Het maakt niks uit. Het maakt echt niks uit hoe weinig of hoeveel vet je hebt. Wat wel uitmaakt is hoeveel energie heb je. En als je van nature... raar vergelijk. Maar van een olifant vraag je toch niet dat hij afvalt. Dat is gewoon haar postuur. Die moet groot zijn. Die is zeer aards. Dan zou ik zeggen, olifant, gebruik het. Gebruik wat je hebt. En als je dan een slinkeraapje bent en je bent jaloers omdat jij niet dat postuur van die olifant hebt en niet die aardsheid van die olifant, dan kun je je dood frustreren. Of andersom denkt die olifant, was ik maar zo slank als dat slinkeraapje. Ja, de. We zijn ook mensen, we zijn allemaal verschillend gebakken. We zijn allemaal anders gebouwd, allemaal andere... genetisch materiaal enzovoort. En daar mogen we het mee doen. Klaar. Ja, waar ik nu zit aan het denken is, want ik zag beneden die gitaren en daar zie je, ja, die hebben allemaal enorme klankkasten.
En wat is de klankkast van de mens? Is dat gewoon je keel? Nee, dat ben ik helemaal. Dan ben je helemaal de klankkast. Ja. Ik heb een paar pootjes gekregen en dit is mijn onderstel. En hoe ik dat onderstel, hoe ik daarop sta, of dat gebruik, doet weer iets met mijn klank. En dan heb ik een bovenstel, en daar heb ik niet geen twee pootjes, maar dan heb ik een één poot, een rug. En als ik die gewoon gezellig rechtop hou, en ik geef mezelf de ruimte, dan maak ik klankkast. Letterlijk de klankkast zit, die is natuurlijk mijn romp en mijn hoofd. Maar de rest doet gewoon mee, ik ben gewoon één geheel. Ja, ja. Dus als je nou meer volume zou willen hebben, ja. Heeft het dan zin om bijvoorbeeld je ademhalingstechniek te verbeteren? Of heeft dat met volume niet zoveel te maken? Wel, zeker wel. Het is alles in elkaar grijpend. De adem, als die prettig zit in je lijf, helpt dat. Als mijn lijf zelf op orde is en hij voelt krachtig aan en aanwezig aan, gezond aan, dat doet alles met klank. Als ik weet dat ik, laten we zeggen, alles openzet, alle kiertjes en gaatjes en holtetjes die ik heb, en ik fantaseer daar het geluid doorheen, dat helpt alles voor volume. En dan heb je het nog altijd te maken met hoe je gebouwd bent. Want de ene mens heeft gewoon ander materiaal meegekregen dan de ander. Dus sommige mensen hebben dan een keer van zichzelf een grote stem, zoals je dat noemt. Echt een stem als een kanonschot. En andere mensen hebben hele fijne stemmetjes en die kunnen niet zo hard. Ja, dat heb je gewoon te accepteren. Je kunt het ontwikkelen wat je hebt, maar daarbuiten kom je niet. Zo is het. Ja, ja. En zijn er, heb je nou ook wel eens dat er mensen binnenkomen en die willen dan zangles en die doen, dan laat je ze proefles zingen, begrijp? Dat je dan denkt, oh god, wat een mooie stem. Ja. Ik ben vaak wel verrast door stemgeluid. Ja. Omdat ik, nou ja, wat ik net al zei, stem is het meest persoonlijke instrument. Dus elke klank is weer anders. Elk mens heeft weer net een andere klank. En ik vind dat is leuk om te horen. Dat vind ik mooi. Nee, ja, want je hebt, tenminste dat vind ik, bepaalde stemmen die zijn heel goed voor bepaalde muziek. Ja. Omdat je taal die je spreekt, die heeft... bepaalde spieren in je mond ontwikkeld. Ja. En dat maakt dat je een bepaald soort muziek gewoon makkelijker zingt dan anderen, omdat je al die natuurlijke klanken allemaal al hebt. Ja. En de klankkleur die je stem heeft kan mede bepalend zijn. Maar ik ben ook nog wel zo eigenwijs om te zeggen, weet je, probeer lekker alles uit wat jij wil uitproberen qua muziek. Muziekstijl, taal, wat dan ook, pin je niet te snel vast. Ook al zegt iedereen, oh wat een prachtige volksstem heb je. Ja, leuk. Probeer alles uit wat je leuk vindt. Dat heb ik zelf ook gedaan. Mijn stem vind ik ook lang niet overal geschikt voor. Maar het feit dat ik heel veel verschillende muziek heb uitgeprobeerd, heeft er toe geresulteerd dat ik weet wat bepaalde muziekstijlen nodig hebben, zodat ik het ook weer kan andere mensen kan helpen. Ja, ja. Dus dat is al alleen al leuk. Ja. Ja. Ga je ook wel eens gewoon voor de grap bij andere zangdocenten op bezoek? Nee, eigenlijk niet. Alleen ben je eigen docent. Alleen ben je eigen docent, ja. Dat is in het koor, kamerkoor waar ik zit, dus dat bestaat uit muzikanten. Dirigenten, muzikanten. En ja, die spreek ik natuurlijk weer wel.
En vorig weekend ben ik naar een concert geweest luisteren van een medekoorgenoot die daar dirigeerde. En een medekoorgenoot die daar als bas mee zong. Ja, vind ik ontzettend leuk. En zing je dan ook Monteverdi? Of, Ja, dat zing ik. Momenteel doen we dat ook in het koor, ja, klopt. Ja. Mooi muziek. Ja. Un Giro del Sole ben ik aan het instuderen, ja. Ja, dat is het mooie van internet nu, dat je zoveel prachtige internationale muziek allemaal hoort. Die, in India hebben ze ook zo prachtige muziek. Ja. Dat vind ik zo leuk, dat er zo ontzettend veel valt te ontdekken. Want dat beetje wat ik weet van westerse muziek, dat is zo weinig. En ik weet zo... ook weer zo weinig van muziek van andere continenten. Dus ik voel me ook echt als een kind in een snoepwinkel als ik nieuwe muziek hoor. Dat vind ik heel erg leuk. Ja. Wat is nou je belangrijkste, piano spelen of zingen? Zingen. Duidelijk, ja. Ja. Ik vind het heel fijn dat ik piano kan spelen, laten we zeggen begeleiden. Ik ben geen pianist. Ja. Welke zangers vind je zelf nou gewoon heel mooi? Ik ben heel verschrikkelijk slecht in namen. Ik heb net weer een klassieke zangeres ontdekt en daar ben ik dus nu echt de naam van kwijt. Heel flauw. Ik heb heel veel plezier gehad door te luisteren naar Cecilia Bartoli. Dat was eigenlijk in de tijd de eerste operazangeres waarvan ik dacht van, maar die brengt er een levendigheid in wat ze doet. En daarvoor had ik echt vooral het beeld van klassieke zangers, van die stijve mensen die gereserveerd waren. Dit had ik echt, werd ik nooit blij van. Terwijl toen ik het zelf, ik heb zanglichte muziek gestudeerd. En tijdens mijn opleiding ook zoveel mogelijk daarnaast klassiek zang gevolgd. Geprobeerd om daar extra dingen in te leren. Toen ik het zelf voor het eerst ging doen, kwam ik erachter hoe leuk ik het vond. En ook hoe moeilijk het was. Maar ook hoeveel stijve bedoeling ik het vond. Totdat ik dus niet. Mevrouw Bartoli zag en hoorde zingen, die maakte er een feestje van. Dat vond ik leuk. En de countertenor Philippe Zawski vind ik heel fijn om naar te luisteren. Terwijl ik daarvoor helemaal niet van countertenors hield. Hij vind ik geweldig. En lichting muziekzangers. Rob kwam laatst aanzetten met een tip van Liz Wright. En die vind ik ook heel mooi zingen. Mooi oprecht, puur. En ik ben ook wel heel erg fan van Richard Bona, momenteel. Een bassist. Tot mijn schande weet ik niet uit wat land hij komt. Ergens uit Afrika. Hij zingt in zijn eigen taal. Dus hij speelt bas, heeft een fenomenale timing, vind ik. Hij heeft ook nog eens een keer een hele mooie stem. En ja, je hebt dat. Maar ik kan ook ontzettend genieten van gitaristen. Rob draait natuurlijk veel gitaarmuziek. Dan kom ik ook weer gitaristen tegen waarvan ik denk, wow, dat is mooi. Ja. Er is zo ongelooflijk veel mooie muziek dat je je afvraagt dat mensen nog tijd hebben voor andere dingen. Hè? Ja, en ik heb ook wel eens behoefte aan stilte, dus ik luister ook niet doorlopend naar muziek. Als ik buiten loop, zul je me nooit zien met oortjes in. Ik wil de vogels horen, ik wil de wind horen, ik wil... En de auto's. Nee, ik heb ook nooit oortjes in, hoor. Ja. Nee, ik ben gek dus op muziek, dat, maar... Als ik muziek heb, dan wil ik er wel heel graag aandachtig naar luisteren. Ja, soms heb je ook achtergrondmuziek. Als ik werk of zo, dan vind ik... Ja, doe ik niet. Oh, ik heb vaak
Django Reinhardt opstaan om bij te werken. Ja, heel fijn. Ja, andere Belg. Dus ja, goeie muzikant. Ja. Zo. Ja, het is zo mooi dat hij het vermogen, het gebruik van zijn vingers verliest en dan niet opgeeft en dan gewoon nieuwe muziek creëert. Die zo moeilijk is dat die andere. Dat vind ik wel van die mooie voorbeelden, ja. Maar het is te veel. Nee, niet te veel eigenlijk. Niet te veel, maar het is een enorme hoeveelheid. Dus ja, dankzij internet nu. Hè, dat ja. Is echt krankzinnig. Ja. Ja, vroeger moest ik het doen met gewoon die muziekjes die mijn broer wel meenam. Want ik had zelf geen radio, geen pick-up, helemaal niks. Alleen die piano, maar ik had alleen maar klassiek instrumentale muziek. Dus ja, dus dat was voor mij een ontdekking toen mijn broer ineens een radio had. Dat is hoe? Wat is dit? Ja. Mooi. Nou, ik vermoed dat toch. Ik beweeg een klein beetje te veel, geloof ik. Ja. Maar ja, daar moeten mensen maar overheen kijken. Dat is het nadeel als je Atja uit de hand filmt, hè. Maar ja. Ik heb wel weer een boel bijgeleerd. Het is, maar het blijft bij mij toch nog de vraag van hoe help je mensen over hun, hun angst om te, of te. Mensen denken vaak van zichzelf niet zo, zo van ja, ik kan zien of zo. En misschien, het is een beetje zoals ik ben nu zelf een paar weken geleden begonnen met te leren piano spelen, maar gewoon voor mezelf. Uh-huh. En niet om op te treden of om wat te doen, maar gewoon omdat het leuk is om muziek te maken. Ja. En ik denk dat voor veel mensen, als ze goed zouden leren zingen, dat ze gewoon zelf er enorm veel plezier van kunnen hebben. Ja. Zeker. Dat je doet het in eerste instantie voor jezelf. Ja. Totdat je er blij van kan worden. Dat is ook de essentie voor mij. Als ik lesgeef, word je hier blij van. Dus ik doe, lesgeven is altijd in samenwerking. Ik hang niet de juf uit daar op die bal en zeg wat ze moeten doen. Ik heb mijn ervaring en ik heb vakkennis. En de leerling is hier om aan te geven. Wat wens ik? Wat vind ik moeilijk? Wat ben ik tegengekomen? En dan gaan we in overleg aan het werk. Dus we gaan gewoon samen op avontuur. In overleg. Al doen. Ik check ook altijd de hele tijd van hoe is dit om te doen? Wat heb je gemerkt? Vind je het prettig of niet? En ik heb een aantekening. Ik hou nog boekjes bij. Dus ik schrijf ook altijd op wat we gedaan hebben, kort wat we hebben gedaan. Dus gewoon een voeling te houden met de mens met wie je werkt. Want het is echt letterlijk iedereen anders. Ik kan dezelfde oefeningen doen. Maar ik kom omdat ik met een ander mens werk, altijd weer andere dingen tegen. Of ik benader het anders. Omdat de mens die voor mijn neus staat anders is. Of omdat de dag anders is. Precies, ja. Exact. En dat is, vind ik dus heel erg leuk van mijn werk. Ja. Mooi. Ja. Het is altijd het beste compliment als een docent gewoon er zelf veel plezier aan heeft. Ja. Hoe ouder ik word, hoe mooier dit vak voor mij is. Gewoon door alle ervaring. Ja. Het verveelt me absoluut niet. Ja. En hoe, het moet toch ook wel eens zijn dat er iemand het toch opgeeft? Ja. Ja. Tuurlijk mag. Je mag komen en gaan wanneer je wil. Ja. Dat is het. Zangen. Mooi.
Had je zelf nog iets dat je zegt van God, dat vond ik toch wel leuk over het zingen om te zeggen? Het begint alle twee met een zet, hè? Zingen en zeggen. Zeggen en zingen, volgens mij heb ik verteld wat ik, waar ik zelf ongelooflijk veel plezier aan beleef. In dit vak. Mooi. Ja. En dan moet ik dit allemaal gaan vertalen naar het Engels. Oké, bedankt. En ja, je website die plak ik eronder wel. Zanglesirenebink.nl. Ja. Ik heb een nieuwe website. Ja, dat zeg ik. Of er nog niet zoveel op. Ja. In ieder geval bedankt, het was heel leuk. En je zingt heel mooi. Dus...